Best. Welk dorpje is dit? Geen idee. Dat zijn die paar huisjes op 098043. Even wat anders. Wie wil de volgende sitraps nog schrijven? Ja, ik ben hier dus echt nog nooit geweest. Nee. Zitten we vast tussen die bomen zo? Toch gewoon van boven naar beneden werken? Ja, dat is makkelijk. Check eens in-game hoe laat het is. Vijf voor negen. Onbekend. 7 uur. Tijd is ook voor 16. Hey, we hebben. Oh, hier staat hij. Zeggen dat ze moeten stoppen. Ja, ik heb ze ergens heen gestuurd. Ja, dat werkt. Doe ik follow en dan stop. Zo zijn ze gestopt. OB underscore LOC join the server. Ik zie fakkel. Een fakkel of een fakkel? Blenders. Ja. Wat is er? Ja. Ja, is goed. Wie heeft er zin om de... C-rap te schrijven. Je mag de mijne wel hebben als ik jouw ding mag hebben. Kom je, Sean? Er staat nog één iemand in het team, hè? Sakal. Horen jullie mij over de radio? Nee, je kan
gewoon je wapen vasthouden hoor. Dan kan je gewoon, of gewoon zitten. Druk even op je alle live toets. Yep. Zie je als het goed is CI 2 star. Ja. En dan moet je een sidrap aanmaken. Ja. Dat is je sidrap en dan spreken die velden eigenlijk een beetje voor zich. Hoeveel civilian casualties, dat soort shit. En een korte omschrijving van wat je gezien hebt en ja, wat je verwachtingen zijn. Blender! Oh je radio is al gefixt, sorry. Of niet? Nee, volgens mij niet, want horen jullie maar over de radio nu? Nee, frequentie, kanaal 1, frequentie 398.8. Hallo? Yes. Ah, nee, ik had nog steeds 171. Volgens mij heb ik er eentje geplaatst. Yes. Username session. Oh nee, dat is van dit rep. Woehoe. Ah, echt klein helemaal niks. Je wil SK. Oh, dat is de bovenste, zie ik nu. Geen vijandelijke activiteit. Woehoe. Remarks. Oké, okay, let's punch it. Makkelijk was dat, hè? We missen nog iemand. Ja, Sean. Sean? Ik heb geen idee. Stop je hand in de rij. Ja, commander seat. Ik word zijn mind door hun olijfvel te slopen. Oh, oh goede vijf. Ja, er groeit al zoveel hier. Gaan zo'n hekje kapot, denk je? Yep. Ja, de walst gewoon zo doorheen, joh. Hard to mind. Ik heb hier zin te weg. Voor Brandy. Nou ja, dat betekent dat die units gespond worden, verwijderd worden en zo. Ja. Oh my, en worden er units gespond, hè? Oh god, dat is zo hard. Een huis aan de rechterkant van ons. Jullie daar wel? Contact, recht voor ons, grote groep. 5, ja, 6 man. Rijd er doorheen. RPG. Oh nee! Okay. Doe de smoke, pop smoke. C. Doe C in. Dat is de commander. Ja, yeah, get out. Wie is er neer? Weet ik niet. Iemand liep. Shifty Sean left your channel and switched to the wound. Shifty Sean joined your channel task force radio on the server. Flanders, nee. Flanders, ja. Ik ben de Flanders aan het reviven. Ja. Flanders. Ja, goed jongen. Bedoel, ja. Jezus. Zorg eerst dat de omgeving echt veilig is, voordat we elkaar gaan oplappen en voertuigen en shit. Ik dek het. Ja. Chill. Ik dek het zuiden. Oh man, ik ga een foto maken. Dat is wel... Jesus Christ, ik zag gewoon die RPG inslaan, jongen. Ja, ik wou zeggen, ik was vergeten dat ik de commander was, omdat ik tot nu toe dus iedere keer eigenlijk in de passenger seat zat. Oké, maar iedereen cool? Ja. Ik ben gewond, dat wel. Ja. Oké, Edward, hou jij voor Overwatch, ik ga hem tussen voertuig repareren, Flanders fixment. Dank u. Oh, die auto is nog steeds stuk. Nee. Ja, hier heb ik. Ik heb voertuig gefixt. Repareert het nooit helemaal. Nee. Jezus, we hadden gewoon uit moeten stappen, joh. Ja, ik hoop er gewoon met smoke doorheen te karren.
het was thanks. Ja. Ja hoor, Edzard heeft alweer een RPG op zich, hè. Hey, hoeveel liken tellen wij hier eigenlijk? 6 geloof ik. 5 kills. 5, oké. Shifty. Ja. Kun je met mij mee? Gaan we het gebouwtje even checken. Edzard Flanders over Overwatch. Edzard, terwijl je hier bent, schrijf jij even een korte shitrap wat er gebeurd is. Ja. Ik heb hier een medkit gevonden. Ja, die heb ik ook. Dus. Hier nog RPG carrier en RPG. Zegt echt die Muzin dat hij even stil moet staan. Scrollen. Stop. Tegen Spanta. Hij stopt als goed. Dank je. Yes. Of a careful negotiation. Reduce tension towards factors. Oké, okay, ik release hem weer. Sean en ik komen terug. Ja, het ergste is, ik stond net even te zeiken. Ik doe even de motor uit van deze beest trouwens. Is niet handig. Weet je wat we eigenlijk nodig hebben? Sitrap is geschreven. Klopt. Zou het niet te handig om de ding even te gaan repareren in de basis? Of? Ik weet niet of ik hem kan repareren in de basis eigenlijk. Ik fix hem sowieso wel. Weet je, ik flikker wel gewoon. Nou, ik weet wat ik doe. Nou, gelijk een steegje. Hearts and minds. Ja, maar echt, toen die RPG kwam, ik zag hem inslaan tegen de ruit. En ik denk, oh my god, ik zag hem vliegen. Denk, nee. Ja, maar weet je, hij schoot hem af die computer aan. Ja, ik zag er gewoon de banden. Ik was zo blij dat ik kon repareren. Ja, anders was het dan gekocht. Hij had wel jammer. Nee, dat zag ik aan. Waar? Lieve collega. Ik vind het altijd eng als je iets zegt van iets zeggen. Wacht eens, ga eens iets naar voren. Stop. Beneden aan de berg zie ik een hele. Zie ik 6 mannetjes met wapens. En beneden ik zie er geen RPG tussen, lijkt het. Ik ga even uitstappen. Beneden bij de berg, op de weg? Naast de weg staan. Even kijken. Op vanaf hier precies 312 graden. Oh ja, ik heb ze, ja. Geen zicht op het moment. Ja, heel ver op de, als je verder gaat, kronkelt die daar. Q-settings, op 4 kilometer, who cares. Ja. Nee, ik kan ze hier ook zien, en ik heb hem niet zo hoog staan. Dus. Hoe ver zijn je? Kom hier. Hey, Sasha. Yo. Hoeveel graden? Precies over die rots heen kijken hier. Ik kan een zicht op inderdaad. Ja, inderdaad. Langs de weg. Ik kan een sitrap sturen. Ja, of we kunnen Mortar Strike aanvragen. Sorry, nee, een Cluster Strike. Ja. Ah, wacht even. Dat is proberen. Dat lijkt me leuk. Ja, weet je wat je doet? We zitten precies goed.
Edzard, merk je artillery meer op dat groepje? Hm? Nee, sorry. Stap 1. Pak je de laser designator? Ja, die heb ik. Oké, mik op dat groepje. Ja. Oké, en druk op je linker muisknop zo dat je dat laserlampje ziet schijnen. Rechtsboven. Je, als het goed is, zo'n lampje, zo'n streepje met zo'n sterretje aan het einde. T? Nee, gewoon met je linker muisknop, dan zet je je laser aan. Ik meen een hele basis erbij te zien. Wacht, hold up. Ja, het is niet handig om eerst een klein beetje gaan scouten. Ik zit bovenop de berg, rechts van jullie. Rechts van de Fennec. En vanaf hier kan ik een onderdeel zien van de tent. Dus, camouflage net. Het zorgt er niet komen, Jacob. Ik blijf dan wel even in de commander seat gluren. Dat soort wat je doet. Ja, ik zit even te kijken wat ik moet doen. Ik heb alleen geen high-power scope ofzo, dus... Als je laser designated hebt, heb je gewoon linker muisknop en dan zet je laser aan en uit. Is je drukspaker op F, is dat daarboven wit of rood? Als ik op F druk, dan switch ik naar een ander wapen. Oké. Okay. Rood, oké. Okay. Dan heb je geen batteries, dan heeft het geen zin, lammer. Sorry. John, kom je kant op. Ja, waar moet je hier precies nou weer? Oh. Oké, waar zie je hem af? Als je hier komt staan, op de heuvel. Waar zou het moeten zijn volgens jou? Iets links van die groep. Zie je een camouflage net. Kan iemand mij nog even healen trouwens? Ja, gezien. Rond de 300. Ja, dat is een MG-stelling inderdaad. Wat die gasten er zo ver vandaan doen, dat weet ik ook niet. Op de kruising staat een hele checkpoint. Oh yep. God, ja. Zo. Ja, eigenlijk wil ik dit gewoon met die Mako aanpakken, maar dat ben ik. Ja, dat gaan we ook doen. Doen we dat lekker. Ik stel voor, we hebben één raketwerper. En iemand die hem graag gebruikt. Maar kan iemand me healen trouwens? Ah, stil dan. Ja. Dan zullen we hier even inderdaad tactisch te werk gaan, want het ziet eruit dat we behoorlijk. Ik wil even observeren. Ja. Ik zou zeggen, je zou vanaf die heuvel noordwestelijk sowieso al een stuk dichterbij kunnen komen bij dat machine-gun-nestje. Het is dan jammer dat er nu niemand in zit. Dat staat echt helemaal af, maar... Zit gewoon iemand aan die machine-gun, hoor. Is het zo? Ja, bij mij wel. Nee, hoor. Twee man in die bunker. Op de weg, hè? Ja, op de weg, maar niet... Helemaal in dat dorpje in het noorden van ons zie ik ook mensen met wapens lopen. Noorden? Er loopt er ook een patrouille berg af. Richting? En er staat daar een vrachtwagen inderdaad. Ja, er zijn twee checkpoints, hè? Oké, er is dus eentje hier voor ons. Er is een checkpoint, ja. Waar is je andere dan? Als je de weg volgt, die weg de berg op, daar staat ook een checkpoint met 10 gasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gasten erbij en een vrachtwagen. Welke weg? Want ik zie er een stuk of drie. Als je 340 kijkt. Ik zie het, Jesus Christ. Dit is gewoon één groot oorlogsgebied. Dit is echt, yep. Ja. Dit gaan we denk ik... patrouilleren de twee of drie op de heuvel daar ook, ja. 338 zou ik zeggen. Ik ben ergens bang dat we dit niet met z'n vieren gaan kunnen kleren. Oh, ik ben daar niet bang voor. Het kan wel, ik maar ik denk toch dat we op de stelling links bijvoorbeeld een cluster moeten gooien. Ik denk dat inderdaad die achterste stelling, dat we daar een cluster moeten gooien. Het is 343 graden, afstand 830. Dat is wel goed in zicht.
Daar kunnen we een cluster op gooien. We moeten wel even checken hoe de wind gaat overigens, want dat heeft ook een beetje effect. Wacht even, één keer smoke moment. Ik ga even op een heel oldschool manier kijken hoe de wind gaat. Moment. Smoke out. De wind is zachtjes van zuid naar noord, heel zachtjes. Dus in de rug. Iets short laten vallen anders. Ja, precies. Hoe weet je nou wat de wind is? Hoe kun je dat doen? Met smoke. Ik heb... Dat zegt hij net, hij gooit net een smoke grenade eventjes. Oh, oké. Ze hebben de wind in de rug. Het zijn wel prime targets allemaal voor een artillery strike. Ja, precies. Die patrouille, die gaat best ver de heuvel op. Oh shit, ik zie nog een kamp op 017. Op ongeveer 2,8 kilometer. Zo, hallo. Gewoon pal ten noorden van ons. Zo ver staat mijn view dus, is die. Maar dat dorp loopt ook mensen, hè? Dat dorpje loopt... Mhm. Wat was de richting? Dat kamp waar we veilig shit op kunnen gooien. Ah, het dorpje loopt ook gewapende ventjes, hè? Ja, dat weet ik. Dat zijn insurgents. Maar de eerste checkpoint met die truck en die grasjes is Azimuth 343 richting. Richting 343, afstand 830 meter ongeveer. Ja. Oké. Okay. Je weet hoe je een cluster strike aangaat? Coop are timed out from the server. Je hebt een laser designator. Coop are joined the server. Nee, maar dat maakt niet uit. Als je druk op je live knop. Ah, oké, okay, ja. En dan sport. En dan sport. Doe even 3 rounds cluster. Op dat weggetje daar. Ik kan hem anders wel even markeren waar ik denk dat ze staan. Ja, is goed. Ik wil even jullie hulp bij nodig. Ik gok. Even één keer checken. Je wilt op die groep gooien die halverwege de heuvel staat. Yes. Dat is na de steen. Ik denk dat ze hier zijn. Ik denk dat het daar is. Ja. Hier op de kaart? Ja, dat is op de weg, hè? Ja, die checkpoint is ook op de weg. Het heeft geen zin om een checkpoint ergens boven op een heuvel te hebben. Ja, ja, maar wil je ook nog die andere doen met de cluster? Straks laten we eerst deze van afhandelen. Ja, oké. Okay. Ik denk dat we van hun links toch geen last zullen hebben als we hier zo... Ik denk dat ze niet eens weten dat wij er zijn. Of gooi de clusters op dan. Oké, okay, dan confirm ik hem nu. Yes. Zou ik voor de Apache kunnen inroepen natuurlijk. Ja, oké, okay, maar het nadeel van Cas is dat ook gewoon insurgents hier in de stad rondlopen en dat we daarmee ze willen kunnen raken. Vandaar dat wij dat niet doen. Ah, ik ben benieuwd. En bij enjoy the light show. Splash over. Target out. Oh, volgende keer neem je maar zoveel goede scope mee, Steve. Ja. Ja, het is een beetje jammer dat die batteries opgaan in de laser designator. Daarmee elke keer dan, ja, elke keer als je het overgeeft of opnieuw laat, dan heb je geen batteries voor je laser designator. Super jammer. Dan hebben we wat meer rounds moeten doen. En wat grotere dispersion. Dan halen we die truck er ook... Overload zijn clusterbommen. Nou, clusterbommen, die hebben al best wel reach. Heb je wel zo'n artillery cluster out gezien? Tering. Ik heb dat wel eens gezien. Maar... De hele bergflank kan ermee opgeladen worden. Oké, okay, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Leeft er nog één? Dat is dan de eerste, geloof ik. Dat is de explosie nu pas. Effectief. Ja, maar dat is het geluid, hè.
Dit was wel erg dicht. Ik zie nog eentje lopen trouwens. Ja, maar er komen toch nog twee. Dit was volgens mij. Jezus. Even denken hoor. Ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het dorp is druk aan het worden. Ja, het is precies niet gek. Ja, dat is een beetje een nadeel. Die checkpoint, daar kunnen wij gewoon niks tegen doen. KIA en één vrachtwagen lijkt het. Die vrachtwagen ook meer? Ja. Ja, ja ah. die is onschadelijk, man. Noteer ik dat. Flikker daar gewoon bij dat puntje een nieuwe sitrep neer. Het is jammer dat je geen spotrep kan opgeven. Want je wil eigenlijk een sitrep voor je situatie, een spotrep, om aan te geven wat je gezien hebt. Maar de vrachtwagen, ja, nou, als je straks een patrol rep schrijft, dan kan je altijd gewoon je battle damage assessment gewoon opschrijven. De hele countryside is gewoon echt onder die zwarte vlekken, jongen. Ik vertrouw die clusterbommen gewoon niet meer. Nou, dit is wel echt voor de hearts and minds ook fantastisch. Ja, precies. Death from above. Zoveel je daarnet het beste stond te plukken tussen die bovenste chocolul. Ja, precies. Dat roeie komt ook weer terug, zo te zien, van de heuvel af. Oké, waar is die patrouille dan? Nou, die zit er net boven. Oh ja, ik zie ze inderdaad. Oh nee, wacht, zoveel in die loopt. Twee lopen nu een beetje de berg op. Staat er ook een militair jeepje trouwens, hè, bij dat checkpoint richting ons. Klopt. Bij het kruispunt, ja. Ik denk dat we die gewoon met de handvuurwapens moeten pakken. Betreft die tweede checkpoint, ik zal even kijken of ik daar iets zinnigs over kan zeggen. 306, wij zijn... ik zoom gewoon uit. Ik heb even een marker aangemaakt met tweede groep, ik denk dat dat hem is. Ja, wat je ziet hè, met die cluster, die gast met het hoedje heeft het overleefd. Bastard. Jij zei net al, dat zijn lucky hats, dus Ja. Even kijken, het lijkt ik mij... Ik heb tweede groep gemarkeerd op de kaart, ik denk dat het daar is. Dat kleine kampje, ja, dat is niks. Uiteindelijk had daar iemand in moeten zetten, maar... Ja, nou ja, daar staan wel zes gasten naast. Ja, die tweede groep is dus die zes gasten. Als je daar gewoon drie rounds high explosive op gooit met zero dispersion. Ja. Flikker het voor de weg, ja, ongeveer op die marker. Ik denk wel dat het goed komt. We zien er heel, heel weinig winst op dit moment. Wel interessant dat ik wel op die toren die ventje op 3 kilometer kan zien. Ik zie wel een kamp, maar niet... Oh yeah. Ja, bij de Valkyries. Sorry, hoorde ik fijne stemmen in plaats van die van ons? Nee, is maar niet. Nee. Oké. Dacht dat ik eerst stemmen hoorde, ja. Is je vriendin niet weer? Ik word af en toe wel ineens teruggegooid naar de woonkamer, onder de hele reden. Ik weet niet wat het is. Ja, omdat die hard aan het laden is en dan kan de Arma niet tegen TFR zeggen dat je in game bent en dan bla. Of zoals de TeamSpeak spreker zegt, de Woundgamer. Het is nog niks vermoedend staan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, dikke misser. Oh, whiff. Het levert nog 3. Daar. Wacht. Dat ze allemaal dood zijn gegaan. Nee, ze zijn gewoon allemaal met z'n allen... Oh, eentje is dood gaan, zo te zien. Nee. Maar 1, 2, 3 zijn dood. Ja, 3 leven nog. Dat waren gewoon mortieren in slagen van ver, hè? Ja, heb je met pech dat je zo scherp had. Kan jij anders
corrigeren voor wind en dan nog eentje neergooien daar die groep. Ik denk dat correctie iets van een kleine 75 meter is ofzo? Ja, zoiets. Ja, ja. Kijken hoe we dat doen. Kunnen we uitrekenen, we weten de afstand en de hoeken. Bijvoorbeeld maar 6 graden. Weet hoe eigenlijk een kort bij moeten rekenen. Ja, volgens mij zou dit moeten zijn. Beetje lag, omdat ik een beetje aan het zoeken ben. Oh yeah, we're going to have so much fun right now. Hey. Ik hoop dat ze gewoon blijven staan ook, we zijn in... Trouwens ook activiteit in het dorp? Niet dat ik gezien heb. We zouden dat dorp kunnen pakken en dan het checkpoint. Ik heb 2 ventjes zien lopen in het dorp sowieso. Ja, oké. Ik weet niet. Zijn er in het noorden wat meer acties zou zijn? Ja, volgende keer neem ik gewoon extra batteries mee, want dit is echt shit, man. Ja, maar gewoon de hele. Ben ik volstouwen. Ja, we kunnen die crate mee. Wat je ook kunt doen is een extra support crate aanvragen via Paradrop, hè? Ja. Ik zou wel wat nieuwe explosieve lust hebben. Betere scope. Oh, komt ie. Oh nee! Oh shit, waarom zijn we allemaal dood? Dood high explosive for the win. We zijn allemaal dood. Oké. Okay. Yep. En die MG nest is leeg, zei je. Schrijf maar eens een kleine spotrap. Wat is het? Een sitrap etzer? Again. Yep. Het was toch leuk om onze progressie gewoon bij te houden. Leuke mails hebben. Nee, maar... Papierwerk. Ik vind het juist wel interessant dat we onze progressie kunnen bijhouden van elkaar, dat we gewoon zien wat we gedaan hebben. Want het is zeg maar shit zoals dit die gewoon opslagen wordt. Zo, staat erbij. Dude, waarom niet op de locatie zelf? Nou, maakt niet uit. Huh? Ja, waar die shit gesloopt hebt, maar... Ik heb geen idee hoe ik dat doe. Je kan op de kaart die verschijnt klikken op de punt waar je wil dat geklikt wordt. Waar de zit. Oh ja, god. Maakt niet uit. Jammer. Voor de volgende keer. Eén tentje bleef nog staan. Ik heb wel wat ideeën. In ieder geval. We willen in ieder geval eerst bounden richting de. Ja, wat we ook kunnen doen trouwens. Is we pakken de auto. Crossen keihard naar beneden gaan via het groene grasveldje. Zoveel mogelijk zodra we er zijn naar rechts, zodat we niet in zicht zijn van het machinegeweer. Rijden we door richting compound waar het jeepje staat. Pak wat granaten over de muur. Nee, we kunnen gewoon van die auto gewoon in de compound rossen. Door die muur heen. Nee. Staan we stil. Ja. Nee. Ja, waar de fuck is je gevoel voor Rambo? Wilsim. Nou, niet in dit geval in ieder geval. Je hebt al een M240. Dus wat dat betreft ben je al goed onderweg. Ja, 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 maar ik heb ook een RPG die ik wil gebruiken, Sascha. Het lijkt me gewoon verstandig als 2 mensen aanvallen en 2 mensen dekking geven, of 3 mensen aanvallen. Of goed, ik val aan, zien jij je laser designatortje hebt en je magje. Of laten er eentje hier, eentje gaan met de jeep naar voren rijden, terwijl de 2 voor advancen en dan... Hoe ver is het naar dat punt? Hoeveel? Is wel niet. Ja, volgens mij dat huisje, daar kan je toch makkelijk naartoe lopen? Die kan makkelijk 600 meter aan, hè? Ja, zeg maar 600 meter, dat eet hij voor ontbijt, lunch en avondeten. Ik denk dat het goed komt. Ook een 800 meter zelfs mogelijk. Ja, je RPG komt heus al straks aan bod. Maak je daar maar geen zorgen om. Oké. Hebben de insurgents ook zwaardere wapens? Of, Yep, dat zie je toch. Oké, Sean, zullen wij gaan rennen terwijl de rest overwatch geeft? Ja, is goed. Oké. Okay. Voor Nederland. Vendors, heb je goede scope? Hey, nog een keer? Vendors, heb je goede scope? Ja. Oké, jij hebt je elk kan? Ja, ik kan alleen niet op de grond liggen. Dan,
Tom Treintje nu de weg opgelopen, zie je dat? Je wil doorstoten naar het huis daar? Ja, lijkt me goed vantage point. Top. Edson, ik denk dat voor jou het beste is als je ergens achter een rots kan schuilen. In het geval dat die HMG zich omdraait en hem via jou keert. Ja, ik denk dat ik hem wel onder vuur kan houden en als we het gewoon gelijktijdig doen, komt het wel goed. Ik ben niet zo links verplaatst trouwens. Hoor je me nog? Ja, I don't know man. Er zijn vier man bij die checkpoint, zie ik van de vier. Vijf. Er staan er twee in de bunker. Oké. Okay. Lijkt het. Om elkaar af te trekken. Yep. Er staat nog een tweede bunker, hè? Niet vergeten. Oh ja, die leeg. Ik zie het. Nee, op de weg staan twee bunkers. Bij twee MG's. Ik heb maar zicht op één. De meest linker. Oké, ik zie dat jullie het huis nu kleren. Ik denk dat jullie nog 200 meter er vanaf zijn. Wij zijn nu defilé ten opzichte van die checkpoint, ik zie ze helemaal niet namen. Oké. Ik zie wel de huizen, oh ja, ik zie de eerste bunker. Ik shift nog even eerst een klein stukje naar links. Ik gebruik de bomen. Precies, belangrijker, het fucking pand. De koala wat voor staat. Goed zicht, Flanders. Ik kan vier man zien vanaf hier. Ja, oké dan. Eentje loopt een beetje zuidwestelijk van het kampje, die gaat een beetje de berg op. En draait zich nu om. Ja, gezien. Ik zie een burger en het wrak hier onder de bomen, maar ik hoop niet dat hij onze positie verraadt. Ja, dat kan wel, hè, in live. Ik probeer nu het kleine kuthuisje tussen mij en die... Jullie zijn gezien, flikken. Jullie zijn gezien. Eentje gaan liggen. Op de weg, midden op de weg. De rest heeft jullie niet gezien. Oh, en die machine gun begint te vuren. Shots fired, shots fired. Lijkt me één iemand jullie door te hebben. Die gaat nu het gebouw, die achtertuin in. Zitten jullie al in de compound? Ik zit in de rots tussen de bomen door. En niemand in de compound. Dat lijkt ook de enige te zijn die jullie door heeft. Enig idee wat er schoot trouwens? Dat klonk niet als een AK. Part-time route from the server. Ik hoorde niks. Sasha is neer. OB_LOC disconnected from the server. Kan je erbij? Kun je. Ik ga het proberen. Even kijken. Je hebt ook granaten, toch? Ja, kunnen op zich al dekkingsvuur geven, dan als ze beginnen te schieten in ieder geval. Nog meer schoten. John, weet je nog? Ik revive Sasha, sorry. Ik ben blij, dankjewel Sean. Waar lopen jullie trouwens precies? Want ik heb geen zicht op jullie. Oh, we zijn een kleine 50 meter op de rook. Ik zie ook geen rook. Ja, ik zie het. De rook zit bij de compound. Wij zitten nog zo'n 75 meter van de compound af. Ik ren even door de rook naar de compound. Ik denk dat dat veilig is. Er zit één gang in de compound. Wordt geschoten. Ik geloof dat er een patrol op de heuvel zit ergens die op ons schiet. Sasha, ben je er nog?
Ja, ik ben er nog. Rook zou echt opgehaald, man. Is, die ene is ook bewapend, hè, achter die jeep daar zo. Opgelost, ja. Die is neer. Schiet jij, Ja. Ik gooi even wat groene rookverdekking. Er zit een heavy machine gun ergens. Ik denk achter het compound. Ja, er nee, zit die hier. Sean, ik trek even snel op. Shifty Sean left your channel and switched to the Woundcamer on the server. Shifty Sean joined your channel Task Force Radio on the server. Shifty Sean left your channel and Shifty Sean joined your channel Task Force Radio on the server. Ik zie het. Zat er net één in die tuin. Zat er net één in die tuin, Sean. Sasha. De meest linker bunker is nu clear. Klopt. Sean, leef je nog? Ik denk dat Sean dood is. Ja, er zit nog één gasje hier. Ook nog op de weg? Nee. Andere kant van de muur ook. Maar dat kan een civie zijn. Precies, aan de andere kant van de muur is eenmaal gast in een HMG. Gelaat verkeerd gegooid, kut. Hij zit bij de meest linker machine gun nest. Ik heb geen goed schot. Sean? Een stukje backtracken voor Sean of niet? Oké, de rechter bunker is ook clear. Oh shit, nog eentje achter de linker. Kan zijn dat we even terug activeren moeten om Sean op te halen. Oké. De laatste man bij de checkpoints is ook gevaagd. Ik word geschoten. Ben je nog, Sasha? Ja, ik ben er nog, maar ik denk dat Sean terug op base is. Ja, ik zie nu een doodshoofdje. Ja, ik zie het ook, ja. Dan ben je wel op een rare positie hier. Snel even de checkpoint checken. Ik hoor schoten vanuit mijn oosten. Ben ik. Oké, dit roodblok is gecijferd. Ik tel. Zeven. Zeven. Shifty Sean left your channel and switched to the Woundcamer on the server. Shifty Sean joined your channel Task Force Radio on the server. Zie je, er is echt iets aan mijn kogels in staan. De fucking toren staan. Op base, waardoor alles de extra erbij spawnt.
Ik pak even de jeepje en dan cross ik even jullie kant op. Roger. Laden. Ja. Verdomd lastig als je niet ziet waar je kogels in slaan. Ja. Dat weet ik niet waarom dat niet altijd. Ja, terugtrekken natuurlijk. Zoals je natuurlijk hierheen gekomen is, John die zit waarschijnlijk in de basis. Oh ja. Maar dan moet John toch weer op online zijn, nog niet? Ja, John is op dit moment in de server. Te ver weg van onze radio's. Yep. Hallo. Hallo. Oh, daar. Yo, wacht even, stop eens. Even chatten. Ja, yeah, dat is goed zo. Ja, mooi, dat ziet hier. Het soort. Yo, stop daar. Als Sean in de MH56 zit. Kan je met Combat Sport even deze kant op sturen? Oké. Ik denk dat wij gewoon even op moeten trekken, want anders is het gewoon waste of time. Zit iemand in Commander? Ja, dat is Flanders. Wat is er? Oh nee, dat is... Nee, niet. Dat is niks. Komen jullie? Fine by me, wat denk ik van? Ja, wat dichterbij rijden. Kun je met de Commander's Vision een beetje kijken. Nou, Flanders, gaan we naar Commander. Yo. Ik hoorde echt schoten. Wacht eens. Stop eens. Want ik zag wel iets. Lichtgevend. Ja, ik zie ook wat op jouw scherm inderdaad. Oh, dat is een peasant. Zo far. Deze is compleet afgebracht op Fennec. Nou, ik zie wel zo'n op die verre berg set units waar we de eerste. Dings we hebben gegooid. Ja, 3 of zo. Stop eens. Een spoor van dood. Ja.
kuttakies. Heel ver stoppen. Ik zie wel een patrouille, maar dat is mijn beste eind weg nog. Waar? Bearing. Kijk, kan ik dat zien hier? Op 600 meter sowieso. 600 meter? Ja. Dat is niet ver weg. Nee, 4 man. En er is eentje waarvan ik niet zie of het nou wel of geen peasant is. Ik zie voor mij nog een 5e man. Heel veel stilstaan. Loopt hij echt op 200 meter okay. Voor ons iemand op de berg? Het soort. Zeg even tegen waarschijnlijk de eerste transportvoertuig dat hij even ergens moet landen. Precies waar wij zijn, dus een heel mooi plekje. Land, ik maak even wel een land hier, Mark. En dan moet je land opgeven. Wow. Dan kan je in de tussentijd een mooie 7 IKEA setup maken over de... ja, we hebben 7 IKEA bij deze checkpoint uitschakeld. Wat dacht je van 20? Misschien dat jij wat neergeschoten hebt. Vijf. Ja, dan kan je die ook even apart op de kaart zetten. Als al die artillerie die hebben we al gedaan. Hè? Die heb je al gedaan. Dan kan je meteen oefenen met klikken op de juiste locatie voor het maken van de Citrus marker. Hey. Jawel. Patrouille. Ik sta even in de rechterbunker. Bearing 20, maar die lijkt ons nog niet gespot te hebben. Ja, ik zie ze inderdaad op een heuvel, achter het dorp aan de rechterkant, halverwege de heuvel. Groep of 6, van 6 man ongeveer. Ziet, ze kwamen in ieder geval van de weg af. Ja, ze komen onze kant op. Nog peasants staan. Oh, ik zie, die zie ik ook nog inderdaad nu, ja. Maar ja, ik zag net ook een andere. De helikopter komt eraan. Dat zijn die stationary guns. Ja, kan wel inderdaad. Wat is zorg dat Sean niet... Oh, fuck it, schiet maar. Is ook uit wel verloren. Kut. Pas op, er zitten burgers tussen. Ik word hier al behoorlijk onder vuur genomen. Ja, stap uit en ren richting richting checkpoint. Ja. Zodra Sean eruit is, zeg maar dat de chopper RTB kan. Hij kan RTB. Ja.
er zijn nog 2 of 3 man erop op dit moment. Geen zicht. Ja, die burgers op de main road, die boeit echt een fuck. Verstijft van angst. Wie schiet waar op dan? Ik schoot nog op een ventje, maar ik had een beetje moeite. Nog meer op de berg daar. Je kan met de live player logistics aanzetten. En dan kan je die ene ongebruikte HMG even meesleuren naar ergens anders toe. Eén down. Nog eentje op de berg. Dit ding is fucking hard. Weer een down. Zag ik daar een civilian achter. Nee, een insurgent okay, achterrennen. Ja, ik ga dat clearen. Anders leg ik gewoon een AK bij zijn lijk neer. Ik ben uitgestapt. Jesus Christ. Was jij dat? Ik niet. Er zit wel de infanterie in de stad. Ik hoor ook schoten vanaf de heuvel. Ik heb hem. Dan kan ik hem straks een medic nodig. Die ga ik ook doen. Men down. Tenzij ik heb er eentje dan. Nam jij dat ding mee? Met de live menu, enable player logistics. Ja, maar die hoef je op zich niet mee te nemen helemaal. Nee, precies. Beetje overkill. U al mijn dingen is fucking hard. Hoe staat het met de benzine van onze FedEx? Prima. Ik hoop het. Er staat een mooie fuel truck hier. Jullie zijn al het dorp in trouwens, of niet? Zootje lijken, jongen. Jezus.
kom het dorp vanaf de weg binnen. Heb je er een drukken of gevonden? Wordt geschoten. Klinkt vanuit het oosten te komen. Ik heb hier twee burgers. Shit, twee burgers en daarachter is een ventje. Fuck. Ik ga een flank van boven. Pas op, aan mijn kant. Bearing 70 zit nog een ventje. Ik kan totaal geen schot lossen, ik ben te gewond. Ja, ik zit ook alleen maar bloed in het ademen op dit moment. Waar zijn jullie? Ik ben nu bij... Ik zit in een huis links van je. Op het balkon, je kunt me zien. Heb jij nodig? Ja, hij is neer. Maar moet jij nog opgelapt worden? Nee, ik niet. De schutter achter de twee civies, die is neer. Die heb ik neergehaald. Ik zit er heel snel te kijken of er nog burgerslachtoffers zijn, maar het ziet er eerder uit als een slachting van insurgents. Ik ben vlakbij je, ik hoor je. Edzard, we hebben één burgerslachtoffer, denk ik. Talk to politician. Kijk. Leg er even een AK naast. Wacht even, John. Oh, wacht, die zijn allebei. Niet bewegen. Ik probeer tegen een dode politician te praten, alleen dat, ja... Het vol van dead ears. Oh, after careful negotiation. Beest. Het is niet okay, dat die... Dus één civilian dooien. Schoten. Er werd net weer geschoten. Ja, vanuit Westen dan. Ja, en vanuit het oosten, daar liep net nog een ventje, maar die zit... Ik heb tot nu toe 11 like geteld. Van op voor en één keer civilian. Er zat net in het oosten zat nog een ventje. Alleen die zit nu dus achter die heuvel die we hier hebben, dat je nog een heuvel rug. Ik hoorde iets vanuit het oosten. Ik sta achter je. Oké, je wordt wel beschoten hier. Dus. Ja, gezien op de heuvel in het oosten. Met die power pylon ervoor natuurlijk, ja. Nou, is neer. En dat is 12. Maar liggen er als goed nog een paar op die berg. Flanders. Ja. Jij bent toch een medic? Ben je weer geraakt? Ja, kan je mijn Sean even oplappen? Dat heb ik net al gedaan. Toen jij met die dode... Ik zit nog steeds een keer aan het doen. Dus. Toen jij met die dode politician bezig was, eigenlijk als goed scheur, ja. Yeah. Hey, Sean, heb je ook een M16? Ja. Jesus Christ, guys. Die burst mode. Oh my god. Ik heb er weer een op die berg. Ik kan met jou niks meer doen, Sasha. Dan schoot ik net die schutter mee neer met die burst mode. 3 kogels direct in zijn hoofd. Ligt daar verder op de heuvel van mij. Talk to town elder. Kijk. Er liggen ook nog heel wat lijken op die heuvels natuurlijk. Zit het schijt in die mand ofzo? Of beweegt hij alleen bij mij zo raar? Town elder heeft er zin in. Drukt een dansje. Hij zit te klei in die, Ja. Die mand. After successful negotiations, kijk.
Dat is al de tweede succesvolle negotiation nadat we... Heb je nou weer zijn Jurassic hoed gejat? Nee, ik kan hem niet meer meenemen. Mooi. Ik heb een Truganoff in mijn rugzak. Is het gewoon alle hoeden te verzamelen of niet? Hij zit alle wapens te verzamelen. Ik steek even over naar, naar Noordzijde. Oh, ik word nog gevuurd. Klinkt vanuit Noord-Noordoosten te komen. Ja, zowel Noordwest als Noordoost zou ik zeggen, maar... Nee, in het Zuidoosten wordt nog geschoten, maar ik weet niet waar vandaan. Bij mij ook in ieder geval. Nou, nu deze schoten zijn in het noorden. Noordoosten een beetje. Ja, contact op de heuvel. Gewoon schieten. Noordoost. Gezien, die hebben ons nog niet gezien. Nou, ze lopen daar wat weer. Hij was. One shot, one kill. Zes man. Waar zien jullie nog meer? Oh, ik heb zicht. Ik steek over naar die panden een beetje op de heuvel. Ik zie je lopen. Dus richting het oosten. Hebben jullie de patrouille gezien? Ja. Oostelijk bovenop de heuvel. Ze hebben ons nog niet gezien, toch? Nee. Holy shit. Schoot uit het noorden. Hij heeft er zin in, maar waar die zit? Thuis waar ik in zit, wordt hevig onder vuur genomen. Ik kan afleidingsvuur geven, zo. Het lijkt van het noordwesten te komen. Ben jij dat in dat balkonnetje? Yes, ik ben even aan het schieten vanaf het balkon inderdaad. Op eenmaal RPK, gozer. Als het goed is, zie je wel de zand opspringen als je blaaskool aan hem staan. Dat zie je vanille ook. Hij is nu voor mij achter de boom, ik zie hem verder niet. Ja, thuis waar ik in zit, Sascha, kun je het zien? Hier word ik... Godver. Moment. Ja, ik zie wel kopjes. Zie jij die greppel achter de bomenrij? Barry? Ik heb een PKM gunner neergezet. Ten oosten van jou? Niet echt. Ik zie volgens mij een kopje uitsteken daar. Ik kom via kant op. We hebben een man neer. Ik weet niet wie het is, maar... Flanders? Flanders. Yep. Flanders, waar ben je? Ik heb hem. Stay alive! Thank you. Blender's weer up. Edzard, waar ben je nu in welk huisje? Hi. Shifty Sean left your channel and switched to the Wunkamer on. Shifty Sean joined your channel Task Force Radio on the server. Oh, geweldig moment om lag te hebben. Fucking hell. Ja, ik had het ook. Ik ben geraakt. Kom maar dan.
Oh, dat klonk ook dichtbij. Ja, het hier achter de muur is echt. Kan iemand smoke poppen? Dan ren ik wel die kant op, want ik weet begon niet waar er is. Smoke out. Oh, twee smokes gegooid voor mij. Leeft Edward nog? Is neer. Is volgens mij een pand ten oosten van jullie. Helemaal ten oosten. Ik ren de berg op. Kijk ja. Ik heb het onderschot in vuur genomen. Ja, ik kom er ook aan. Was hij naar boven gelopen zeker? Fuck, niet hier. Edward, waar ben je? Er ligt een Edward, leef je nog? Ja, nee, niet. Ik lig op de grond. Oh, daar is niks aan de hand. Ja, maar op, pas op hoor, ze schiet je door dat raam. Dat weet ik. Oké. Okay. Er ligt een civilian casualty trouwens hier. John, kom je aan kant op? John, leef je nog? Ik ben er wel. Ik heb een schutter die ons op de kogel geloof ik uitgeschakeld. Ja. Het zijn er nog drie. Zijn er nogal meer. Edzard. Je wonden staan open. Ik heb er nog een neer. Vier neer langs de weg. Edzard, radio. Komt. Fuck you, Edzard. Ik heb geen idee hoe ik dit aan blijf staan. Dubbel caps achter elkaar. Ja, dat probeer ik, maar het werkt niet. Ja, nu is het voorbij. Oké, chill. Dat kon ik verder niet eerder dan zo. Ja, sorry, maar ik deed volgens mij geen dubbel caps, maar hij ging ook uit toen ik nergens heb. Ik heb weer een medic nodig. Seems clear. Ja, wat moet ik nog verwachten? Er zit je, John. In het huis waar we officieel. Contact, recht noorden. Niet bewegen. Laten we zien. Eén neer. Twee neer. Ik ren de berg weer op naar Edzard. In ieder geval duootjes weer. Wat een drukte is het hier, zeg. Je hebt een heel zwaar leven. Ja. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik scout een beetje die heuvel ten noorden. Case. Dus waar is hierheen? Als het goed is zit ik bij, als het goed is zit ik links van je. Oh, hallo. Heb je nou je RPG geschoten? Huh? Heb je nou je RPG geschoten? Nee. Oh. Missel zit er niet meer in. Oh. Ik ben blijkbaar gerespawned. Of nou ja.
Nee, ik ben ook olifantjes kwijt. Ja. Nee! Hey, als je respawnt, of als je down bent en geheeld wordt, dan raak je al je spul kwijt. Is dat zo? Oh crap. Ja. Yep. Ik moet even wat op gaan verzinnen, of vinden. Ik heb trouwens 51 kogels over. Dat had ik met die eerste op toen ook, ja. Maar dat is af en toe. Dat is random geloof ik. Biggie dus. We kunnen ook gewoon teruggaan naar Farouk's revive, dan heb je dat probleem niet echt. Wat doet die? Hetzelfde als het is gewoon een revive script die we echt bij Tangerdown heel veel gebruikt hebben. Oké. Nou, lijkt eindelijk clear. Dan laat ik Edzard mooi een sit-rap schrijven. Oh, Sean, kan ik jouw explosieven nog eens een keer een beetje meenemen, of... Wat? Ik zie nog een mooie truck wat vernietiging nodig heeft. Oké. Okay. Ik sta beneden aan de heuvel bij Edzard. Ja, dat zegt mij weinig, maar... op 11 uur van jou. Ah, ja. Nou, maak een goede BDA. Dan straks. Oké, Sean. Flens, kun je even bij Edzard blijven terwijl hij retard doet? Dan ja. Sean en ik even iets opladen. Je kunt een lege truck daarboven hebben. Met twee burgers kunnen ze alleen niet wegsturen, maar... Oh, Sean, we hebben één burgerslachtoffer. Dat is een political leader. Ja, ik hoorde het net, ja. We kunnen je kans arresteren. Dan kan ik ze weg laten lopen. Ja, is goed. Ze rennen momenteel al weg voor ons. Dus misschien dat ze ver genoeg zijn. Er zat trouwens op de berg zat ook een civilian casualty. Dan mag ik nog twee hebben. Crap, hearts and minds. Ja, jammer dan. Het fucking om hun heen fitties aan lopen tennen. Ja, dat ze maar dekking moeten zoeken en niet Allah Akbar. De Mongolen of zo. Strijders. Ze werden als schild gebruikt door de Allah Akbar gastjes. Rijden we nog even terug naar de basis? Yes, gaan we zeker doen. We gaan eerst deze truck opblazen. Ik tel trouwens 9 dooien bij deze checkpoint. Ja, die zijn al genoteerd. Oké. Okay. Ik heb er gewoon 20 plus van gemaakt bij het zuiveren van het dorp en die artillerie strikes apart gedaan. Misschien ook wel interessant straks bij de patrol rap om mee te geven dat we een oude Russische truck vernietigd hebben. Maar dat kunnen we straks wel doen. Ja, we nemen ook die jeep mee toch, nog niet? Als die nog staat, ja, why not? Is het zwaar? Wat langzaam. Op de heuveltje volgens mij. Explosive set al gezet. Nee, of het zwaar is, dat wapen van je. Oh wacht, Dr. Politician. Oh, moment. Wauw. Problem taken mij? Sit hard. Oké, I've managed to reduce tension. Ik arresteer hem even. Kan je hem even jouw kant op sturen? Oh, je rent al, mooi. Ik zou zeggen, wij zitten helemaal bij de truck, maar dan nog stuur ik hem hierheen. Oh nou, dus ik geef een move order tegen de muur en die muur die pleurt in. Sean, ik ga hem even releasen. Breng dit ding maar tot de explosie. Roger. We
Wie zit er in onze Fennec? Ik. Ik zit in de commander seat, maar waarom ga ik de berg op? Explosie in 3, 2, 1. Wat zou je het zijn? Die jeep, waar had je die neergezet? Waar we eerst op de heuvel stonden te campen. Stop eens. Zo. Ga jij die smoke screen of is ik dat? Wat ben ik nou? Kan de Fennec ons ophalen, SVP? Nee, niet hoe, maar of. Ligt het aan mij? Oh, het ligt aan mij. Ja, als je een zeder hebt, dan kun je hem schieten, maar ik volgens mij nog wel langs. Wacht eens. Vraag je, waarom rijdt de Fennec van ons vandaan uit? Waters! Oh, jullie zitten of niet? Ja, jullie zijn degene die zitten of niet? Ja. Ja, ik zoek die jeep van je. Oh, er rent nu iemand ergens naartoe, naar richting de jeep. Uit civilian. Oh nee, die jeep, laat die jeep even zitten. Ik kan het zo wel aanwijzen. Oké. Mike. Mike, staat wel. Bizard, wat Mike. Ja, ik weet niet waarom die dat doet. Double caps lock misschien. Paul naar links hier, lammer. Gewoon een kleine 50 meter naar achteren en dan naar links en dan kom je op ons af. Waar kom je heen toe? Freeze. Edzard. Yo. Kan iemand even uitstappen en dan kan Edzard terwijl we aan het rijden zijn een patrol rap maken. Geef ik wel even instructies toe. Kan iemand even rijden? John? Flanders? Ik ga wel. Oké, kom maar. Oké, Flanders, RTB boy. Yo. Haal nog even die chip op dan. Ja, dat komt zo wel. Tranquilo. We rijden er langs. Ah, oké. Okay. Ja. Welke jeep hebben we het dan over? Ja, waarmee... toen was hij dood voor mij. Land Rover. Ja, toen was hij dood. Ja, oké. Okay. Gaat naar C2 Star Patrol Rep en dan moet je een start- en een eindpunt aangeven. De eerste klik is de startpunt. Mm-hmm. En de tweede klik is de patrol end. Dat kan je gewoon hier boven Team McAlei zetten. In de kaart. Mm-hmm. Dus dan beginnen we vanaf, wat is het? Hazar Bach, waar we begonnen. Ja, ik heb hem op. En dan kan je alle relevante sidreps er neerzetten. Dat begint bij ST64. Ja, dat zie je wel op de kaart, joh. Wat de relevante sidreps zijn. Moet hier niet ergens zijn, Nietje? Zijn we nu eigenlijk? Zeg maar waar we de eerste keer gestopt waren. Als kijken. Moet ik hem meenemen dan of zo? Ik denk dat jeepje gejat is. Echt? Krijg jij met al die Marokkanen? Er zit daar een civilian te bungee jumpen de hele tijd. Kom je? Kom John, we gaan naar huis toe. Het is mooi geweest met deze patrouille. Hoe is dat going home? Nee, ik ben toch dood. Nou, Edzard, we zijn rond. Wat is het? Kort voor 9 begonnen? Hij zit naast me, dat hoef ik helemaal niet te stellen. Zo, morgen zeker wel weer. Hoe laat is het nu? In-game is het nu 10 uur 18. Dus gewoon kort over 10 zijn we gewoon gestopt met de patrouille. Komen we toch alweer een klein uurtje over die patrouille gedaan. Wahaha. Kan iemand even. Is het gewoon de grote weg volgen? Ja, gewoon de grote weg. Gewoon MSR Blue, kom je zelf van. Is dit trouwens allemaal opgenomen of alleen de introductie hier net? Alleen de introductie, ik had ook een schrijfruimte meer.
Oh, ik heb het wel aanstaan. Nice. Ik heb wel alles gewoon weer gefilmd. Dat is wel awesome. Dan weet Marieke ook gelijk waar ik mee bezig ben s'avonds. Marieke? Ja, mijn vriendin. Dit, ja, dit, nee. Oh, ja, misschien moet ik ook die link maar eens een keer naar haar sturen. Als je nog allemaal met mijn Twitch kanaal volgen, dan... Ja, precies. Nou, dat doe ik toch wel. Jammer dat Obi Lock niet meer redt. Nou, als we meer mannen hebben, zullen we toch ook met meerdere Fenix moeten uitdrukken. Hey. Oh, wat? Halt, uit. Get out. Ik dek oosten. Ja, is goed. Wow. Stop. Vrachtwagen in het oosten, lege vrachtwagen in het oosten. Bearing 120, 125. Nee, civiel. Niks aan. Oké. Okay. Ik vermoed alleen dat er wat troops displaced zijn om dit punt heen. Kijk even over de heuveltje hier nou. Auw. We hebben een groene sportauto in de middle of nowhere. Ik vind dat ze mooie auto's hebben voor zo'n zandhoop hier. Staat er ook een wit bestelbusje? Ja, die gasten moeten ergens zijn. John, kan je in ieder geval wat explosives plaatsen bij die shit daar? Check. Er zat ook een willekeurige machine op. Ik heb zicht op Pax, ongeveer 5 of 6 stuks. Schoten, contact. Waar is het contact? Oosten. Oost. In de vallei bij de power pylon. Got it. Twee neer. Derde neer. Ik gok nog dat nog 2 à 3 man nog overeind zijn. Ik zie nog eentje. Ben geraakt. Geen schoten meer. Ik tel er 6 neer op dit moment. Oog op 4. Ik ga Edward helpen. Sean. Ja. Zullen we even inspecteren? Edward, blijf bij de boom. Kunnen we de overwatch houden? Wil je bij de lijken inspecteren? Yes, geef ze al. Echt allemaal dat zijn. Check. Ben je aan het oplappen? Spuit in je reet. Ik red hem naar voren. Het is dat gewoon een random vuur? Verlossen uit hun lijden. Ik wil of twee ventjes gewoon hun handen voor hun hoofd doen, die waar je nu bij bent. Ja. Misschien nog. Nou, had ik net al gezien, daar staat ook zo'n civic truck bij. Ja, maar, als je weet het richting het westen kijkt, zie je zo'n groene sportauto. Dus ik denk dat het te random is. Ja, weet je, dit is wel echt allemaal dood. Ik ga weer terug naar de voertuig. Deze zal ze Girac niks geven. Hij ligt inderdaad heel sexy bij. Zijn benen is ook wel apart. Draw me like one of your friends' girls. Bijna wel, ja. Jesus Christ, het is geen rustige avond. Nee, nou, precies. Het start.
Ja. Tel maar 6 IKIA. Ik zal nog even wat explosives planten in het kampie. Ik zag trouwens even niet zo snel in de arsenal waar ik explosieven bij kan vullen. Ja, je moet je op je rugtas klikken. Is het arsenal trouwens onderdeel van RHS of niet? Want ik vond het wel heel vet. Dat is standaard onderdeel van Arma. Oh, sinds Nice. Sinds weet een half jaartje of zo. Oh. Nee, langer nog. Het is voor het eerst dat ik het zag. Hey. Edzard. Ja. jij gaat even een sitrep schrijven. Moet je dat zien kijken met die bril op? Ja, maar ook dat kapotte glas ook. Dat ziet er zo fucking grappig uit, man. Oh, inderdaad. Oh, shit. Hou je sneller. Hé, hey, bezorg Chinees, kom maar eens uit. Jesus Christ. Test. Nee, John zit er nog niet in. Oh, die gaat natuurlijk het zetje plaatsen. Kan ik die af laten gaan in de jeep? Ja, laten we eerst een stukje wegrijden. Ja, dus laat het even niet doen. De banden zijn al half kapot. Kabla! Hallo? Oké, laat maar gaan. 1, 2, 3. Ja, hij doet dan. Oh. Was er een heavy MG in een steltent. Is dat een roadblock? Nee. Ik zie alleen maar een paar civilians hier rechts voor, maar ik moet kerst. Hey, die Fennec die rijdt wat minder chill. Hij rijdt toch wel snel. Ja, die gaat de berg af. Ja, maar... Heel gek maar, dat. Maar, je kunt niet echt 20 km per uur rijden. Hij gaat op 40 of 100. Kan je niet de Q indrukken? Ja, moet je Q indrukken. Zien jullie daar wat ik zie? Maar nog een checkpoint. Ik zie alleen maar civilians, joh. Wel een checkpoint. Nee. Holy shit, ja. Tent. Halt. Dat is weer zo'n encampment van die fuckers. Fuckers moeten wel gewoon van de buurt zijn nu. Ik ga hier links bij de... Oké, gaat gebouwen. Ja, die gasten moeten ergens in de buurt zijn weer, zoals gewoon. Ik ben allemaal hoedjes kwijt. Oh. Je hebt een heel zwaar leven. Nee, ik ben bij de show. Heb je een sportwagen? Ja. Ik ben even met deze politie aan het praten. Misschien is het een zelfmoordterrorist. Ja, zo, die auto daar die. Oh, maar hij komt niet voorbij het stadje. Lijkt het. Misschien wil hij zichzelf alleen maar moorden. Ik heb zo'n caravan negotiation. Er kruipt daar wel een civilian door het gras. Ik kijk hier over de heuvel. Ja, we zijn minder dan een kilometer van basis af. Zou hier toch geen vijandelijk checkpoint moeten kunnen zijn? Al is een beetje buggy, maar maakt niet uit. Hey Sean, kun je even wat, als je explosives over hebt, even in de buurt een tentje flikken? Sorry. Ja, ik heb nog één charge over, dus. Ja, oké, flik hem gewoon weer op het kampvuur. Hou die berg in het westen in de gaten, ze daar niet eens overheen komen lopen. Ja, precies. Dat zou niet verwonderen. Misschien was het gewoon de lokale padvinderij die net wat op heeft gezet. Ja, precies. Ja, de lokale padvinderij heeft net...
worden ze niet opgegeten door die grizzlybeers. Die auto komt dichterbij, of niet? Oh, dat is een, ja, dat is een Fennec. Ik heb helemaal geen kit meer, jongen. Jezus. Ik heb ook nog maar even iets van 40 kogels of zo. Ik heb zo het idee dat we nog een checkpoint gaan tegenkomen straks. Ga ik gewoon paal links en dan dat kleine zandwegje volgen. Dat is een snelle route. Ja, ja, ik zag de... Ja, hangars al. En dan moet je eigenlijk hier naar achteren. Als je de weg blijft volgen, dan zit er nog een stel gebouwen. Jezus, die kaart met al die sitraps. Zeg, fucking mooi man, dit. Dering, we zijn echt fucking genocide organ, dit. Maar dit is ook gewoon totaal... Alles wat we gecijferd hebben, daar is ook gewoon geen vijandelijke activiteit meer. Als je die intel zo ziet. Maar dat kan wel terugkomen dus, of? Dat kan terugkomen inderdaad, maar... Als we zeg maar de standaard stooptroep hebben uitgeschakeld die rond steden en dat soort shit aan het patrouilleren zijn. Ja. Halt. Dus zo. Dus er. Ik zeg, dat zouden een hoop vriendjes kunnen zijn. Maar ik zie een hoop wapens in ieder geval. Je bedoelt de basis voor ons? Is dat de basis voor ons? Oké, okay, okay, iedereen instappen. Ja, dat zou het gewoon. Ik maak hier geen sit-rap van. Nee. Panic cook! Dat doet me denken aan IRC-codes met die eerste missie van jou, Edzard. Ja. Shit, ik zie een patrouille aankomen onder bij het zuiden. Oh, wacht. Goed, ik zie gewoon... Lichtflitsen. Jezus, hé. Iedere keer dat stoppen om bij die tentjes echt super vet gewoon. Ja. Oh, kan je de exposure vlakken, John? We zijn er overheen. Nog handig. Pak het. Dan komen daar ook die padflikkers terug en dan is het neemt. Kaboom! Parkeren met de hier linkse. Yes. Maakt niet uit hoe je hem netjes achteruit in parkeren, anders ontslaan we je, ja? Ja, Chinezen kunnen niet rijden, hè? Oh shit, gaat het goed? Nee. Hey, man. Oké, we staan goed. Er zat nog een Girl Scout tussen onze wielen ergens. Oké, laten we... Prima. Weet je wat? Laten we voor deze mooie auto die ons leven gered heeft... Even een screenshot bij die damage. Screenshot. Bij die damage inderdaad gewoon. en dan wel saluterend, hè? Nee, gewoon wapen omlaag. Gewoon saluterend wapen omlaag. Dat doe je via Suus dan zeker? Of? Met de slash doe je dat. Kom met ja, maar de foto bedoel ik. Ja, ik flikker hem wel online straks. Yeah. Staat er mooi op. Hij heeft die zoetje weer opgezet. Kijk dat zo. Dat ziet er echt niet uit. Oh, heerlijk. Ik ben benieuwd. Ik ga gelijk even wat explosives erbij gooien en wat max voor de volgende keer. We goed om op basis te zijn eigenlijk. Dat was wel echt super tof. Ja. Tering Jantje, wat al die fucking sitraps, jongen. En als je de kaart ook kijkt, het is gewoon echt, het wordt alleen maar blauwer. En ook al waar zwarte puntjes is, daar zie je gewoon totaal geen vijandelijke activiteit meer. Ja, wel in Timurkalai, dus ik denk dat er nog wel wat zit, maar dan nog, het is best wel vet. Zijn ze wel gewoon aan het terugdrijven, zie je dat? Als je MSR Blue zo volgt. Dan wordt alles daar wat daar in de omgeving is gewoon lichtgeel, maar alles erbuiten is gewoon donkergele. Wat is het verschil tussen een M16 met P-Max en zonder P-Max? Weet iemand dat? Geen idee. P-Max? Ja, staat echt carry handle / P-Max, MAG.
Nou, het zijn ook magazijnen die open zijn ofzo. T-Max zijn die plastic dingen, toch? Dat zou plastic heel goed een verschil kunnen zijn. Dat denk ik. Die kun je niet die zou je niet mogen hergebruiken, maar de Nederlandse Defensie, daar hergebruik je die dingen. Ja, oké. Okay. Zou dat heel goed een verschil kunnen zijn? Man, ik ben zo blij mee. Ja, het was echt super tof. Dus nog een patrouille? Het kan even lekker trouwens. What the fuck? Check de kaart. Hè? Huh? Check de kaart is. We have a work cut out for us, man. Jezus. Maar dat is wel aardig wat, ja. Dus, maar niks bij MSR Yellow. Wel. Jawel, MSR Yellow zit ook vol, maar MSR Blue hebben we bijna gecijferd. Oké. En dat onthoudt hij ook? Ja, ja, ja. Ah, oh, want hij laat natuurlijk de server gewoon draaien. Nee, niet. De vorige, oh. Weet je nog de laatste keer dat we bij dat gebouw waren die we bijna opgeblazen hadden? Die we opgeblazen hadden. Toen had ik hem uitgezet. Iedereen ging eruit. Mm-hmm. Toen heb ik gewoon die hele scenario gewoon weer opnieuw opgestart. En dan heeft hij alles van de live database ingeladen. Ja, oké, ja. Maar hij onthoudt dus wel wat je kleert. Maar ja. Hij zet wel weer random shit neer. Nou, duidelijk hebben wij het niet goed gekleerd. Toen wij bij Team Mercalay op een gegeven moment niks hoorden besloten, maar gewoon naar huis te gaan. Ja, dat is ook. Maar er was nog wel wat in het gebied. Dat is het, Hoe pak je extra magazijnen? Je vest. Moet je in je vest en je backpack moet je dat gewoon even aanklikken en dan zie je een plusje ergens staan. En dit is echt een mooie. Ah, ik zie het inderdaad. Moet ik hebben ze iets van tanks of zoiets hier zo? Of, Onbekend, maar dat is aan ons om dat te verkennen. Ja. Dus ja. Yeah. En hoe was de extra verantwoordelijkheid als hoe heet het, om de laser designator vast te houden, Edward? Als er batterijen in zaten, was het leuk. Ja, inderdaad. Probeer die ook nee, niet ik vind het niet erg om te doen. Ik vind het wel lachen. Laser designator batteries, ik gooi er maar even twee bij meteen bij mij. Ah, ik kan niet wat verder. Oh, die 100 round beta C magazijnen, die zijn best vet, jongen. Oh, die kunnen we ook gewoon onder de dingen gooien. Ja. Ik ga eventjes, als het goed is, van die BTC magazijnen gewoon erin. Even kijken. Hebben we nog wat magazijnen in mijn kit? Ja. Ik heb even allemaal wegdieven. Kers. Niet Arsenal. Jezus. Je hebt een grenade launcher pistool nu. Is het zo? Ja, de M320. Oh, dat is gewoon een standaard. Zullen we de volgende keer gewoon zo gaan? Ja, maar dat is een sidearm. Ja, maar dat is inderdaad een losse grenade launcher, maar die klik je normaal onder je wapen. Waarom heb ik 3 barrets in mijn inventory? Jongens, ik ga de volgende keer met deze helm. Mind detectors, dat is toch iets mis met dat funky shit hier. Is het de bedoeling dat we hier gewoon echt die macro's en zo wel nemen in? Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk ik wil een Sirus 9.3 mm. Sascha, wat vind je van deze helm? Ik denk dat het wel effectief zal zijn. Ja. Go right ahead. Ik ga even kijken of ik die tracer. Ja! 100 round beta C mag zijn. Check dit. Ineens 2, man. Fuck you, het start jou niet meer nodig. Oké. En welke zijn de DiMarco's hier zo? Toch gewoon de M16's en M4's? Skins. DiMarco, dat is de M4A1, heb ik gebruikt voor. Ja, maar we hebben ook een langere versie ervan, en dat is geloof ik. Misschien zo'n M16, maar goed.
Radio nodig. Ik ga wel een GPS even scoren voor de zekerheid. Map heb ik. Binos is fixed. MVG's.